Onze project heet Nederduk Wheat. En dat heet gewoon puur zo omdat we met Enecroos hebben gewerkt. We hebben met Enecroos gewerkt omdat we eigenlijk mensen willen laten zien dat je niet per se met vlees hoeft te eten om eiwitten binnen te krijgen of andere vitamine. We hebben het project ongeveer met 10 tot 20 mensen gedaan. De cliënten waren volgens mij van 15 tot 25 mensen. Dat waren mensen met een verstandelijke beperking. En daar hebben we eigenlijk een tour mee gedaan en we hebben ze ook laten meekoken. We hebben met de Enecroos vegetarische burgers gemaakt, ook aardappelroussetten. Daar hebben we gewoon de Enecroos in de aardappelrouset toegevoegd. Ja, we hebben de Enecroos zelf gekweekt in ons vijvertje. Maar later hadden we het in een emmer gedaan, zodat het beter kon, zeg maar, groeien. Het Enecroos kweken kan zeker in heel Nederland, gewoon puur omdat we dan minder dieren hoeven te slachten.